Welkom bij Server Games en vandaag spelen we terug een survival op het eiland natuurlijk. En wat we vorige keer hebben gedaan is een beetje gemijnd. We hebben een mineshaft ontdekt, wat natuurlijk geweldig is. Zes appels, een kaart waar we niks mee zijn en we hebben nog twee torches over. En wat ik vandaag wou doen is weer de berg opvullen en een gewoon huis maken. De monsters staan aan, dus ze zouden kunnen spawnen. En dat zou nogal heel lastig zijn. Want we hebben niet echt veel wapens of zo. Dus even kijken. Yo, villager. 21 wheat voor 1 emerald is niet echt slecht. Maar ook niet echt de beste. Oh shit. Wow. Dat is een specificer. Die zijn awesome. Ik kan het niet uitspreken. Maar die villager zombies die je juist zag, zijn villagers van vroeger. Die eigenlijk, oh ik heb geen crafting table. Die eigenlijk zijn gebeten door zombies. Oh, wat doe ik nu? Ik ben toch zo idioot. Ik had het even niet door. Crafting table, want in ons bergbewonershuisje moeten we natuurlijk ook een crafting table hebben. En dan maak ik even een zwaard en dan ga ik deze villager zombie uit zijn lijden. Ga dood. Nee, maak mijn zaadjes niet kapot. Wat? Die heeft veel levens precies. Oh, dood. En we krijgen 2 rotten flesh. En ik ben level 1 nu. Awesome. Nee, ons huis is boven. Ik ga dit eten. Oh shit, vergiftigd. Oh shit. Ja, dus wat ik vandaag ging doen is het huis, een huis maken. En voor de rest niet echt heel veel. Gewoon een beetje bouwen. En mijn bedoeling voor het huis was om het hier een aanloopbruggetje te maken met natuurlijk hekjes. En dan hier ergens een huis. Oh shit. Oh shit. Was dat een creeper? Oh, die komen zo van het eiland afblazen. Holy shit. Oké, ik denk dat ik de nacht ga moeten doorbrengen. Ik zie jullie terug. The sun is rising in the skies. Dus dat was daar straks een creeper. En ik heb ontdekt dat we zonder dieren zitten. Oh, shit. Dat is een spider. En ik haat spiders. Zo, dat is beter. Dus ik heb ontdekt dat we zonder dieren zitten. Dat is niet echt handig. Zeg ik zo. En ik denk ook. Oh nee, dit zat denk ik in de kist. Maar ja, dus ik heb ontdekt dat we zonder dieren zitten. En dat betekent ook dat we geen bed kunnen maken. Ja, dat is lastig. Misschien is er nog een kist ergens verstopt waar een bed in zou zitten. Maar ja, voor de rest wat ik nu heb gedaan, heb ik niet echt een bed gezien. Wow, er zijn gewoon gaten. Oh, 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 varken, varken. We hebben 1 varken. Niet aflopen. Niet dom zijn. Holy shit. Holy shit. Kom maar uit. Oh, ze waren allemaal bang. Ja, dat is beter. Ze waren allemaal bang en zijn ze dan in 1 gat gekropen. Oh mijn god. Iron. Ik wil het. Dus ze zijn allemaal bang precies. Ze kruipen in 1 gat. En ik dacht. Ja, wat gebeurt er nu? Oh shit. Monster attack. Oh mijn fucking god.
Oh shit, nee. Is dit er eentje afgevallen? Ik zeg echt te veel shit. Oh shit. Ik geloof dat er een koe is afgevallen. Oh. En daar ging het varkentje ook. Waarom altijd met mij? Ik ga echt snel hekjes moeten bouwen. Aan de randen, dat er geen beest meer kan afvallen. Dus laten we dat even nu doen. Stokjes. En er is nog niet genoeg. Oh, ik wil niet dat er meer afvallen. Nee. Alsjeblieft, ga weg. Kom maar. Kom naar papa. Ik ga niet doen. Holy shit. Oh, er zit... Oh, een ei. Ik heb een ei. Haha, lol. Nee, dit was niet slim. Ik hoop echt dat ik nooit zal afvallen. Oh nee, koe, niet doen. Don't even go there. Oh nee, duw de anderen niet. Holy shit. Wat was er met de schaap gebeurd? Oh, dat is niet. Nee, koe. Niet doen. Ik ga even dit ei gooien. Oh shit, daar zat geen kip in. Ja, dus... Ja, die stond een creeper op explosie. Dat was een beetje lastig. Maar ik ben even dit gat aan het opvullen. Dan zal ik niet waar ik getoond heb mijn huis bouwen. Maar eigenlijk dichter bij de villager huis. Maar nu, laten we boompjes omhakken. Dan kan ik nog stokjes maken. Oké, 9 stokjes. Crafting table pakken. En 2 hekjes maken. Dat deze schapen er zeker niet afvallen. Oh, godverdomme schaap. Ga er gewoon af. Niet zo. Ja, slim. Slim. Ik wacht. Kut schaap. Oké, laten we deze boom dan verder omhakken. Oké, bijna. Wat ook. Dus ik was echt bang dat ik geen dieren had. Oh, je bent eindelijk weg. Dat is goed voor mij, want kan ik nog hekjes maken. Dus nu zal het... De plannen zijn dus veranderd, want ik dacht echt... We hebben geen dieren. Dus de plannen zijn een beetje veranderd. Het wordt een hekjesaflevering vandaag. Zo, oh shit. Ja, onze vriend de villager, waar ben je? Zie je op zijn dak? Ook niet. Zeg niet. Mijn vriend. Mijn enige vriend. Levende vriend. Nee, is. Oké, dit is echt wel een vreemde aflevering tot nu toe. Oké. Ja, dan ga ik even gewoon nu in de main gaan. Want ik wil iron voor zeker 3 wolten hebben. En dan neem ik ook appels mee. Lekker appels. Oh ja, ik zou ook nog beter... Stone pickaxe maken. Alright. Stone pickaxe. Let's go to the mine. Oh shit. Holy shit. Dit is... Ah, genant.
spelen. Holy shit! Shit! God. De domme. Mijn vriend is dood. Mijn enige vriend. Oh, holy. Mijn enige vriend is dood. Ik heb wel redstone gevonden, maar... Vriendertje is dood. Nee. Nee. Holy shit. Hij stond daar gewoon te ballen met een creeper. Ik wou... van zijn lijden verlossen. En dan maakte ik zelf lijden bij hem. Ik denk dat het erop zit voor vandaag. Een beetje een andere aflevering. Een beetje heel vreemde aflevering. Spijtig genoeg. Dat mag ik dan wel mededelen. Is onze vriend, de villager, gegaan. Ik hoop dat er nog een kist is met een villager bij. Tot de volgende keer bij JCRV Games.